Dit is de Haagse ballonnenboer en Stekeltje. Hallo allemaal, leuk dat jullie zijn in Oostenrijk. Ja, hier staan, ja, je zal natuurlijk nou verbaasd staan natuurlijk van wat doet die Haagse ballonnenboer nou in Oostenrijk. Nou, ik ben hier voor de koeienmelkconferentie. Ja, van ballonnen heb ik verstand, maar van koeien en melken totaal niet. Dus ik denk, we gaan wel eventjes, toch als ik hier ben, een leuke workshop doen. En wat past er bij Oostenrijk? Juist, je zag hem misschien al, edelwijs. En edelwijs is natuurlijk een hele mooie bloem. Ik had hem ook nog nooit gemaakt, dus ik heb eventjes een proefje gemaakt. En ik denk, laten we daar gewoon een workshop van doen. En gewoon aan de slag. Wie weet wat het wordt. Ik vind hem wel cool. En ja, het hoort toch een beetje bij Oostenrijk. Nou, wat hebben we nodig? We beginnen gewoon met een witte ballon. Je blaast hem op. Zo. En waar je mee begint, is een pinstwist. Dus je begint gewoon hiermee. Zo. Je maakt één pinstwist. En wat we dan doen, dat zijn eerst allemaal kleine worstjes. Oftewel kleine blaadjes. Ik wil 4 van deze blaadjes hebben. Zo. Nummer 2. En ze hoeven niet allemaal eigenlijk gelijk te zijn. Want de edelwijs die heeft namelijk alle verschillende blaadjes. Dus je mag ze best een beetje anders van vorm maken. Dus dat de ene groter is dan de andere. Nou, het laatste stukje knip ik eraf. Zo. Die knip ik netjes weg. En dan loopt die andere ook leeg. Ja, natuurlijk, dat zal natuurlijk altijd. Maar dan maak ik mijn haar over. We pakken er weer een ballon bij. En we blazen weer op. Tot zover. Laat hem een klein beetje leeglopen. Zo. Oh, hij is weer helemaal leeg. Maar dat geeft niet. We maken er weer eentje bij. Dus deze kant gaan we. Deze knippen we even weg. Zo. En ik had er daar 5 tussen de kant. Dus leuk, 5 maken. Of ze niet allemaal niet gelijk. Hoeft niet allemaal gelijk te zijn. Want dat is bij de edelwijs ook. Zo. Deze 5 heb ik. En nu wil ik langer hebben. Dus ik ga dubbel zo lang. Ja. En dan daar geldt weer. Het maakt totaal niet uit hoe groot ze worden. Deze haal ik weg, want daar heb ik niks meer aan. Zo. We pakken een nieuwe. En die blazen we ook weer bijna helemaal op. Want het enige wat we hoeven te maken zijn natuurlijk die bladeren. Zo. Die maken we hier aan vast. Ook hier geldt weer, maak ze niet allemaal gelijk. Het is leuk als er een beetje verschil tussen zit. Zo. En daar wil ik er dus ook 5 van hebben. Want die komen zometeen allemaal tussen de kleintjes. Nou, je ziet, het eentje maak ik iets kleiner dan de andere. En je hoort de vogeltjes. Het is zo verschrikkelijk mooi. Hè? Ik heb helaas zelf nog geen edelwijs tegengekomen. Zo. Dan ga ik er even vorm in brengen, dat jullie ook een beetje weten wat het nou wordt. Kijk, je ziet namelijk klein, groot, klein, groot. Zo. Kijk, dat doet wel een beetje. Zie, ik heb ze allemaal een beetje omhoog. Nou, je ziet dat er één zit tekort in. Dus die maken we even. En het is ook zo dat je eigenlijk niet weet hoeveel ballonnen je nodig hebt, want je weet namelijk die maten niet. Dus ook voor mij, zeker omdat dit de tweede keer pas is, ja, dat ik die edelwijs maak, maken die maten van die ballonnen niet zo heel veel uit. Als die maat op een edelwijs gaat lijken, dat is het belangrijkste. Nou, de laatste.
kwestie van de tussenrommelen. Zo. Wat het belangrijkste zo meteen nog. Voor die edelwijs wil ik hier in het midden de gele knopjes. Dus daar heb je inderdaad dus een gele ballon voor nodig. Nou, die hoef je niet zo heel ver op te blazen, want het enige wat we gaan doen is bolletjes maken. Die doe ik hier tussen. Zo. En dan begin ik eigenlijk gewoon bolletjes te maken. Dus 1 en 2. Twee bolletjes. Dan draai ik hem ertussen. Zo. En dan maak ik hier weer 2. Dus 1, 2. Doe het bolletje tussen. Dus dat ze wel hier bij elkaar komen. Maak ik er weer 2, 1, 2. Doe ik er weer tussen. Nu draai ik er een beetje omheen. Zo. Ik maak er nog 2, 1, 2. Doe ik er ook weer tussen. Zo. Kijk, en dan heb ik dus die kern van de edelwijs. Die heb ik hier in zitten. Deze haal ik eraf. Zo. En dan kan ik alles op zijn plek gaan zetten. En de achterste pinstwist die we gemaakt hadden, die zorgt er ook voor dat de rest ook op zijn plek blijft. Kijk, en ik vond het een beetje met alle blaadjes. De ene leg ik ervoor, de andere leg ik er achter. Waarom doe ik dat? Ga maar eens kijken bij de edelwijs. Daar ligt ook dus alles ligt een beetje of verzonken of gebogen wordt. Zo. Nou, zo krijg je een beetje het verschil dat het allemaal een beetje wegvalt en dat het naar voren komt. Nou, dus het enige wat we nog nodig hebben is de steel. Nou, die is niet zo moeilijk, die kennen we allemaal. Alleen hier maak ik, eigenlijk is de steel een andere kleur. Het is eigenlijk groen met een beetje blust door elkaar. Maar dat ga ik nou niet doen, want dat is even moeilijk. Deze maken we hier vast. Dat die vast zit. En om naar die blaadjes te maken, maak ik zeg maar klein, een beetje groot. Zie je? Dus je krijgt dit. Net zoals de voetjes van de schildpad. Klein, groot. En klein en groot. Dus nu krijg je dit. En cool is, als je nou die edelwijs gemaakt hebt, die is gewoon dus nergens, hè, de edelwijs in ballonnen. En wij hebben hem gewoon gemaakt. Kijk, en dan heb je zo de edelwijs. Nou, als je die zo op de achtergrond van een berg ziet, hoe mooi is dat? Ja, hij was een beetje misschien snel. Maar hij is op zich niet zo moeilijk, hè? Want het zijn allemaal bosjes aan elkaar. Het is eigenlijk de gewone normale bloem, alleen dan in een edelwijsstijl. Ja, vanuit een heerlijk Oostenrijk. En je hoort hem, hè? Kijk, we gaan even die kant op. Is die gaaf of is die niet gaaf? Nou, tot de volgende workshop. En ik ga nog even naar de conferentie met de koeien. Doei. Dit is de Haagse ballonnenboer. En stekeltje. De Haagse ballonnenboer en stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo voor jou.